Ja, goedemorgen. Dankjewel dat je er bent, Daniel, als ik dat mag zeggen. Ook zuster Petra. Mijn naam is Joyce Belfort. Ik ben van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Ik heb de opleiding gevolgd op het theologisch seminarie. En ik heb mijn thesis opgemaakt. Ik heb mijn examen gemaakt. En als onderwerp heb ik het vak diaconaat gekozen. En uit hoofde daarvan, ik ben geslaagd, laat me dat zeggen. En uit hoofde daarvan kom ik vanuit gemeente Helena Christina als werker die aangesloten is bij de Srimang Singh School om daar de relatie met kerk en school te onderhouden. En als ik dat doe, wil ik dat zo goed mogelijk doen vanuit het vak diaconaat die ik ook mee heb genomen. En als achtergrond, als menszijde, waarbij we weten dat God zelf zegt dat we er moeten zijn voor elkaar. En ik ben hier op school dus gekomen en ik heb dus zo gesprekken gehad met de leerkrachten, waaronder de moeder van deze kinderen die hier ook zitten. En als je zo praat, weet je ongeveer dat deze persoon het een stukje minder heeft, waarbij je toch moet proberen om invulling te geven vanuit de kerk, dat ze beter kan ademen, zeg maar. Dus zodoende heb ik hun namen dan opgegeven bij zuster Petra toen ze bezig was met het project. En dan zijn ze in aanmerking gekomen om dan zo de geschenkbonnen te ontvangen. De moeder was heel blij. Ze kwam straks ook aansluiten. En de kinderen zijn hier voor je, Daniel. Dat ze aangeven wat ze hebben gekocht met de kaart die ze hebben gehad. Als ze heel blij waren of als ze niet blij waren. Maar die blijdschap heb ik wel gezien. Toen ze hun kaart hebben gehad, hebben ze bedankt. Maar toen we op school kwamen, kwamen allemaal om te zeggen, dominee, dankjewel, dominee, dankjewel. Toch? En de ouders natuurlijk heel blij. En de moeder komt en ze zegt, dominee, u heeft ons flink geholpen. Maar ik dank God voor u, dat u verder gaat met het werk dat u doet. Ik ben heel blij dat je er bent vanuit de organisatie die de projecten sponsort. En dat je zelf hoort uit de monden van de kinderen. Deze zijn de eerste groep. Ik heb nu wel heel veel namen gegeven aan zuster Petra. En ze zegt, zuster, ik moet kijken hoor en zo. Maar we gaan ons best doen om ze te helpen. Wanneer je aanwezig bent, dan weet je inderdaad dat nood er is. Omdat ik niet alleen maar binnen zit, ik ga zelf ook buiten bij de mensen aan huis. Want in hun omgeving zijn ze vrijer om te praten. En daar geven ze de dingen ook aan, precies aan die ze moeten aangeven. Dus met dat stukje ben ik blij dat God me zodanig gebruikt. Dat ik inderdaad ook luister, gehoorzaam wil zijn en tussen haakjes ongehoorzaam daar vooraan, toch? Want soms zijn we ongehoorzaam, maar dat je toch probeert de wil te doen zodat je mensen kan verlichten uit hun noodsituatie.